Kijkers van Loek TV, welkom bij deze uitzending. We zijn eens gedoken in de danswereld en terechtgekomen bij Rudolf Fitzky. Rudolf, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn niet zomaar hier. Je hebt eeuwenlang, voor ons gevoel, heb je gezeten op het Broersveld. Broersvest, om het helemaal precies te zeggen. Maar dat is niet goed gegaan, dat gebouw was dermate slecht. Op een gegeven moment is er een moment gekomen dat jij zei, dit is niet meer verantwoord. Wat is even voor de mensen terughalend in de geschiedenis het verhaal? Wanneer zijn jullie daar begonnen en wanneer was het niet meer te doen? Wij zijn begonnen in 1977. Toen zijn we door mensen van de gemeente hierheen gehaald om iets op te gaan zetten. En nou, dat is geslaagd. Tot het gebouw werd de laatste 10 jaar eigenlijk niet meer onderhouden. En in oktober kregen we te horen dat het dus... We moesten alle minuut uit. Het was dus gevaarlijk geworden. We hebben al heel lang gewaarschuwd. Even over Rudolf Fitzky en de dansschool. Wie is Rudolf Fitzky? Wat heeft hij in zijn verleden gedaan? En wat doet zijn dansschool? Ik ben danser geweest. Ik ben in San Remo heb ik gedanst bij ballet van Herman Leclerc. Daar ben ik begonnen. Daarna heb ik een eigen groep opgezet. Dus in de jaren 77. We hebben met die groep dus van alles gedaan. Cruises gewerkt, in theaters. De wereld rondgereisd, in Portugal gewerkt. Een waslijst van dingen. Eerst heb je zelf een actieve carrière gehad. Was het altijd al je wens geweest om daarna les te gaan geven? Ik had altijd de wens om een eigen balletgezelschap op te gaan zetten. En ik was al docent eigenlijk bij Mabel Alter in Den Haag, de Rotterdamse Balletschool. Ja. Wat is nou het verschil tussen zelf dansen en het aan andere mensen aanleren? Je bekijkt het vanuit de andere kant. Ja. Dat is het juiste woord. Maar ik kan me voorstellen, kijk, voor jezelf kan je bepaalde motivatie opbrengen, bepaalde inspanningen. Is dat ook moeilijk om aan jonge mensen door te geven? Wel en niet. Ligt aan hoe ze daarvoor openstaan. Maar het is wel belangrijk dat je de juiste energie overbrengt. Dat ze begrijpen waar het om gaat. Kijk, je kunt je benen op 8 hoog gooien, maar waarvoor? Er zit altijd meestal een verhaal achter. Het is niet alleen maar techniek en vooral niet, wij werken dus in praktijk. Het is praktijkgericht in theaters en op schepen. Dus je moet wel een duidelijk gegeven komen. Het is niet zomaar. Dat vind ik erg belangrijk om je dansers dus iets mee te geven. Daar bied je hier een aantal variatie, of een grote variatie aan verschillende vormen van trainingen aan. Noem eens wat vormen. We hebben dus het Dance Center. Dat is dus een open instelling waar dus amateurs kunnen trainen. Er wordt jazz gedaan, tap dance, yoga. We hebben de Showbiz Dance School. Dat is een opleiding die kan leiden tot eventueel de Rudolf Fitzky Show Dance Company International, waarmee we dus landelijk werken en ook internationaal hebben gewerkt. En dan kom je dus in kleine theaters terecht, in dinnershows op scheep. Dus daar kun je ook, er zijn dus 3 afdelingen. Dance Center, de Showbiz Dance School en Rudolf Fitzky Show Dance Company International. Thank you.
voor de mensen die dat een beetje missen. Hè? Hoe is die stand van zaken op het ogenblik in Nederland? Waar is er bijvoorbeeld veel vraag naar? Showwerk. Ja, wij zijn een van de weinige balletten in Nederland die nog steeds showwerk bieden. Vroeger had je de revues, hè, André van Duinen, noem alsmaar maar op. En ook op televisie bij de Honeymoon Quiz, ik noem maar een zijstraat. Dat zie je eigenlijk toch een beetje verdwijnen. Nee hoor, het is er nog wel, een Theater Avenue, alleen dit wat klein. Je hebt dus in Nederland zeg maar twee dingen, zei ik al. Je hebt Frank Bentik, Studio 21. En daarna komen wij dus in Theater Avenue bijvoorbeeld. Of de Majesteit Rotterdam. Zijn jullie nou specifiek op Schiedam gericht of heb je een regionale dan wel landelijke uitstraling? Nou, de moederhaven is Schiedam. Van daaruit opereren we dus. En dat is natuurlijk best geweldig, toch? Misschien wel leuk om even kort een klein zijstapje te maken. Er wordt op het ogenblik heel veel propaganda gemaakt voor jonge mensen met name en oudere mensen om te bewegen. Merk jij aan de motoriek met name van jonge mensen dat ze minder bewegen? Ja, ze zitten veel achter computers, ze zijn wat dikker en dat zie je toch wel. En wij proberen ook, we zijn nu met het danscentrum bezig om Jasmin, om dus jeugd zo ver te krijgen dat ze gaan bewegen. We zijn dus met hiphop begonnen en dat gaat een beetje gestalte krijgen, want ik vind het erg belangrijk dat jeugd ook beweegt. Ja. Waar ligt dat nou? Je zei net zelf de computer, maar waar zou er wat gedaan kunnen worden? Kunnen bijvoorbeeld, vroeger had je een gymnastiekleraar op de basisschool? Het begint op de scholen. De scholen zijn gaan bezuinigen en ik vind de scholen, ik word vroeger cursussen voor scholen, jazzballet, het werden dan pakketten aangeboden, maar de scholen zijn gewoon denk ik, en voeding ook, alles bij elkaar natuurlijk. Maar de scholen, denk ik, wij hebben al geprobeerd samen te werken met scholen. Maar dat gaat nog moeizaam hoor. Omdat wij natuurlijk, men zegt dan commercieel zijn. Ik krijg geen subsidie. Maar ik bedoel, zo ken ik er nog wel 10 natuurlijk. Ja. Daar gaan we even op inhaken. Je hebt daar heel lang gezeten in dat oude gebouw. Nou, dat stort op een gegeven moment in. Toen was je even een tijd dakloos. Nou, je kan niet op straat dansen natuurlijk. Nu zitten jullie in een pand op de Singel. Is dit een pand wat je huurt van de gemeente? Is dit een pand waar je voorlopig weer de komende jaren vooruit kan? Ik hoop het. De gemeente heeft ons dit pand zo lang toegewezen. Maar ze de noodzaak wel inzagen. Dat wij anders op straat stonden. Dus het is afwachten.
Ja, je zegt afwachten. Ik kom binnen, ik zie een prachtig groot oud gebouw, moet ik er wel bij zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat daar misschien ook wel een huurprijs aan hangt. Is dat op te brengen? Uiteindelijk niet, denk ik. Niet de prijs meer, maar we zijn nog aan het onderhandelen. Dus ik heb dus nooit subsidie gekregen, nooit gevraagd. We zijn een van de weinige balletgezelschappen in Nederland die dus geen subsidie heeft. Dus, en we draaien nog steeds. Dus ik vind niet dat het te veel gevraagd is om een klein beetje. En ook voor de stad Schiedam natuurlijk. Six. Oké. Met al potentie. Even de geschiedenis van dit gebouw, dat ken ik verder niet. Wat had het vroeger voor functie? Elsik Inc. Schiedam heeft een professioneel gesubsidieerd gezelschap jarenlang hierin gehad. Waar ik altijd mijn bedenkingen over had. Ik vond eigenlijk dat ons dat toekwam. Maar goed, het weer vers 2, ik weet niet hoe het allemaal heeft gewerkt. Maar die zijn uiteindelijk vertrokken. En nu zitten wij hier en er heeft ook nog een van de tafeltennisverenigingen of ingezeten. Maar is dit een ruimte om even de technische voor dansen? Is dit een ruimte waarvan jij zegt die voldoet? Dat past ons als een goede schoen. Hier willen we graag blijven. Ja, op den duur wel. Er moeten nog wat aanpassingen gebeuren. Maar we hebben je ziet al een beetje sfeer ingebracht. En het gaat al, het ademt al een leuke sfeer. Maar er moet wel het een en het ander gebeuren. Wat zou je onder andere aan willen passen? Nou, wat we missen is ramen en licht en zuurstof. Dat is onder andere ontzettend wennen. Dat is onder andere juist nog een waslijst van dingen. Maar goed. We voelen ons nu toe lekker. Ja. Even weer terug naar het gebeuren. Je zegt zelf even grofweg gezegd, je hebt een amateurgedeelte. Dat zijn gewoon mensen die lekker voor de plezier komen werken. Je hebt ook een professionele tak. We zitten nu in de maand januari. Is dat de slechtste periode voor het dansseizoen in het algemeen? Of hoe lopen die seizoenen? Dat valt mee.
Ja, het valt echt mee. We hebben nu redelijk toch nog wat voorstellingen gehad in januari. Ja. We zijn met jou een keer mee geweest op de boot. De Majesteit vanuit Rotterdam. Voor mensen die dat toen gemist hebben, wat is dat precies? De Majesteit is het meest luxueuze radarstoomschip van Europa. Zeg maar een 5-sterrenschip. En daar doe ik dus de choreografie voor het momenteel het sprookje van de Majesteit. Dat is dus met zang en dans. En dat is een super show. Ja. Met een diner erbij, tenminste een buffet. En het is super, er wordt een cruise gemaakt. We gaan zelfs nog langs Schiedam. En we werken dus zeg maar met mijn ballet en ook met mensen van Codart. Eén acteur zit nu bijvoorbeeld in Soldaat van Oranje. Het is een super product en ja, echt mooi. Even tenslotte afrondend over jezelf. Je kan natuurlijk niet tot je 100ste les blijven geven. Toch probeer je zo lang mogelijk fit te blijven. Is het echt hard werken om zo'n dansschool te runnen? Want ik kan me voorstellen dat met name het fysiek natuurlijk, om de hele dag met die gasten bezig te zijn, dat vraagt nogal wat, denk ik. Nou, je moet heel goed kunnen organiseren. En dus wat je hier ziet is het topje van de ijsberg. Dus heel veel organisatie. Dat is altijd heel veel danseressen aannemen, indelen, repetities. Je hebt je danscenter, de lessen voorbereiden, je repetities voorbereiden. Je kostuums, je zakelijke besprekingen, je artistieke. Dus het is heel veel werk. En dat zonder subsidie moet dat grotendeels toch alleen doen. Ik heb wel assistent Jasmin helpen dan. En ik heb al wat mensen die wat klassen geven op danscenter. Ik heb even gekeken. Nou, misschien is het toeval, maar ik zie alleen maar dames. Ja, dat heeft ermee te maken. Wij werken nu in een show waar al heren in zitten, weliswaar geen dansers. Dus er is eigenlijk momenteel geen vraag naar heren. Ik heb wel pas een aanvraag gekregen, maar het was weer te groot voor China. Maar dat was iets van 40 dansers. Dat is weer net te veel in een korte periode. Daar hadden ze dan wel mannen bij nodig. Maar hier in Nederland momenteel is er geen vraag naar. Rudolf, we gaan het afronden. We gaan nog even wat leuke plaatjes schieten van het dansen. Stel dat er mensen zijn die zeggen, nou, laten we even ons richten op het lekker voor jezelf werken zonder beroeps te worden. Kunnen mensen een keer langskomen? Hoe werkt dat? Dat kan ook. We hebben dus het danscentrum. Ze kunnen een gratis proefles doen. Er worden dus jazz gegeven, yoga, tapdance, hip-hop, zumba. Single 8? Single nummer 8, ja. Dat is voor het danscentrum. Dat is mogelijk. Wat is de avond om eens te komen kijken? Dinsdagavond en woensdagavond. En dan hebben we woensdagmiddag de kinderklasse. Nou, ik wens je in ieder geval veel sterkte in de strijd om dit pand te krijgen, dan wel te blijven mogen huren van de gemeente. Ik denk dat als je in deze locatie zelf nog wat moet opknappen, dat jullie voorlopig behoorlijk wat jaartjes vooruit kunnen. Daar ben ik absoluut van overtuigd.